Dan zijn we nu aangekomen bij de preek. En u ziet wel, ik heb geen Bijbel mee. Dat komt omdat ik de preek ook niet ga doen. Haha, verrassing, hè? Het gaat hier allemaal om Tessa. Kijk, Tessa is leiding bij Rocksteady. En Tessa kan dit heel goed. En bedankt voor jullie bemoedigende applaus, want het is best spannend om hier te staan. Al heeft ze zelf helemaal geen spanning, zei ze. Succes. Goedemorgen allemaal. Wat fijn om jullie hier allemaal te zien. We hebben net een spelletje met grenzen natuurlijk. Maar grenzen zijn overal. Niet alleen in de kerk, buiten de kerk, bovenop de kerk, onder de kerk, overal. Ik heb hier een bijsluiter van paracetamol bij me. En ja, u denkt, wat moet ze daar nou mee? Maar de status hierop, niet iedereen mag het gebruiken. Bijvoorbeeld hier in paragraaf 6 staat, mensen die allergisch zijn voor gelatine mogen geen paracetamol gebruiken. Nou, wat denkt u nou, wat heeft dat nou met grenzen te maken? Niet alleen dit is misschien wel een bijsluiter en er staan grenzen op, maar onze Bijbel geeft ook grenzen aan. Zo staat in Genesis 2, vers 15 tot 17, God de Heer had de mens naar de tuin van Eden gebracht. De mens moest voor de tuin zorgen en erop passen. God zei tegen de mens, je mag eten van alle bomen in de tuin, maar niet van de boom die je leert wat goed is en wat kwaad is. Als je van die boom eet, zul je sterven. Dit betekent eigenlijk dat God zijn grens aangeeft. Eet niet van die boom. Ik geef hier mijn grens aan, gewoon niet doen. Sommige mensen zullen dan misschien denken van, oh, we gaan de grens opzoeken. We gaan het wel doen en kijken wat er gebeurt. Maar God zegt, luister naar mij, doe dit niet. Ik geef hier mijn grens aan en luister daarna. Iedereen heeft zijn eigen grenzen. God stelt hier in zijn Bijbel stelt heel veel grenzen op. Maar iedereen denkt daar misschien wel weer anders over. Als wij thuis komen bijvoorbeeld, ik moet van mijn moeder mijn schoenen uitdoen. En als ik dat niet doe, ja, dan krijg ik waarschijnlijk een preek of zo. In ieder geval, ik moet het gewoon doen. Maar je kan ook naar andere dingen kijken. Ik ben bijvoorbeeld docent in opleiding en ik loop stage op een middelbare school. En elke keer als ik achter in die klas zit, dan zie ik leerlingen weer een grens opzoeken. Dan wordt er weer een pen gegooid of wordt iemand gaat er doorheen praten of gaat iemand stiekem op de telefoon. Al die grenzen die zoeken leerlingen op. Want ja, wat is er nou eigenlijk aan het leven als je geen grenzen op kunt zoeken? En waarom stellen wij grenzen op? Ja, dat is een hele goede vraag, denk ik dan maar. Want ja, grenzen. Ja, wat moet je je daarbij voorstellen? Ik bedoel, ja, ik zeg wel schoenen uitdoen misschien, maar bij andere mensen is dat weer heel anders. Ik weet niet. Ja, wat zou ik ook weer zeggen? Ja, een hele mooie grens die ik vind, is dat God zegt, eet niet van mijn boom. En het mooie daaraan is dat eigenlijk iedereen die dit stukje leest, zou denken, ik ga het niet doen. Omdat iedereen God volgt, in deze kerk tenminste. Want iedereen denkt, ja, ik lees de Bijbel en waar doe ik dat voor? De Bijbel lezen is natuurlijk een goede stap om God te volgen. En door God te volgen, ga je hem waarschijnlijk ook vinden. En door zijn grenzen te volgen, ziet hij ook dat wij het voor hem doen. En dat vind ik een heel mooi iets. Want ja, sommige mensen die hebben hele andere grenzen. Ik bedoel, als ik bij Rocksteady kijk, dan zijn er een paar leerlingen die denken van, nou, grenzen, ja, dat doen wij eigenlijk niet aan. Daar heb ik geen zin in. Als ik wil praten, dan ga ik praten. En als Tessa dan boos wordt, ja. En dan? Weet je, ja. Dat doen ze niet zoveel aan. En je hebt ook nog leerlingen die denken van, nou, ik ga juist heel goed luisteren. Sommigen doen dat ook niet. Ik kijk even naar de voorste rij. En dan, hè? Ja, dus. Als ik dan kijk naar het verschil tussen Rocksteady en de kerk, is dan toch wel dat mensen hier wat beter luisteren. Dus ik vind het een beetje raar dat er geen weerklinken zijn, zeg maar. Goed zo. Nu voel ik me weer op mijn gemak. Nee. Ik vind het heel mooi omdat ik zo net zag dat er ontzettend veel mensen om de kerk zijn gerend. Want ik heb gewoon lekker gezeten. En ja, als ik een snoepje wou, dan kreeg ik die wel. Dus. Maar ik vind het gewoon mooi dat mensen gewoon hun eigen grens ook kunnen opstellen. Ik bedoel, ja, er zijn heel veel mensen die bleven zitten, maar ook heel veel mensen gingen rennen. Ik vind, ja, als mensen gewoon jezelf kunnen zijn hier in de kerk, ik denk dat dat ook een hele mooie iets is. En dat je je grens opstelt voor jezelf. Van, ik ga naar de kerk, dit is mijn, ik ga hier doen wat ik mooi vind en waar ik graag naar wil luisteren. En mijn grens is, ja, dat ik hier eigenlijk gewoon mezelf kan zijn. En dat gewoon een goed begin is van, ja, het christendom, denk ik. Dus ja. Dat was een beetje mijn preek vandaag.
Nou, bedankt voor het luisteren allemaal.